Ik ben Joris Beidendijk, ik ben chef-kok van restaurant Rijks in het Rijksmuseum en van Wils, naast het Olympisch Stadion en Wils Bakery Café. Groot kerstbekerfan. En er is een leven van voor 2017 en een leven na 2017, want in dat jaar won ik de zilveren ui van kerstbeker. Ik ga maken een gerecht met rolmops en in dat gerecht breng ik eigenlijk Frans Hals en kerstbeker samen. Want Frans Hals, de schilder, had vaak als begrip pekelharing in zijn schilderijen zitten. En we gaan iets maken met pekelharing, dus een keertje wat anders dan de gezouten haring. Heel lekker. En dit kan iedereen namaken, dat is het mooie. Je koopt pekelharing en die snij je in mooie reepjes. En tussen die pekelharing hebben wij dan zoetzure groenten gelegd. In dit geval een heel mooi knolletje. Ingelegd, daar kan je ook het zuur van de opgiet van kerstbeker voor gebruiken. Dat gebruiken wij heel veel in de keuken. En dit leg je in een bord. Ik heb hier allemaal jonge blaadjes. Dit is, dat noemen wij een oesterblad. En nog wat zuring en boragecres. Allemaal hele frisse slasoortjes. Die leg je er gewoon tussen. Dat is ook mooi. En fris. Dit smaakt een beetje naar oester. Dan denk ik, hoe kan dat nou? Het is echt zo. En wat wij heel vaak gebruiken van kerstbeker is de opgiet, het azijn of het zuur. En dat is zo lekker al, dat je dat gewoon als vinaigrette kan gebruiken. Dan doen we voor dit gerecht ook. Ik heb hier ook een beetje crème fraîche of crème cru. Dan spuit ik hier en daar erop. Ik heb hier wat grapefruit. Dat zijn de segmentjes, het vruchtvlees wat we eruit hebben gesneden. Een lekker frisse salade. Kan je eigenlijk het hele jaar door kan je deze salade maken. En als je gasten thuis hebt, helemaal als ze uit het buitenland komen, echt mee verrassen. Ik heb hier zeewierkaviaar. Dat is geen echte visei, maar het is gemaakt van zeewier. Maar je kan ook echte viseitjes gebruiken voor dit gerecht. Dan ga ik de boel nog een beetje decoreren met bloemetjes. Deze pluk ik allemaal uit de tuin in het Rijksmuseum. Daar hebben we een tuin en daar hebben we allemaal bloemen staan die we elke ochtend kunnen plukken. De zomer is natuurlijk een topseizoen daarvoor. En in het restaurant staan we lekker te pielen met pincetjes. En hier ga ik lekker met mijn dikke vingers proberen te pleten. Hier heb ik een groene olie. Dat vind ik altijd heel lekker in een vinaigrette. Een mooie groene olie, kruidenolie. Gemaakt van peterselie of van bieslook of van al je groene kruiden die je over hebt. En dan roer je die olie er doorheen. En vroeger, als je saus in de schrift ging, dan kreeg je op je kop. En tegenwoordig is een vinaigrette die in de schrift zit dus helemaal hip en lekker. Want het heeft heel erg veel contrastsmaak. En je krijgt dan allemaal mooie groene pareltjes die in dit heerlijke vinaigrette liggen. En die vinaigrette is niks anders dan de opgiet, het zuur van kerstbeker. Super lekker bij de pekelharing. Dus zo breng je Frans Hals en kerstbeker bij elkaar. Op het groene canvas een klein schilderijtje met pekelharing en zuur van kerstbeker.